Het ministerie van Openbare Werken moest de stellage waarop het verkeerslicht op de kruising van de Van het Hoogruisstraat en Slangenhoutstraat verwijderen. Het verkeerslicht is vorige maand in 1 week tijd 2 keer aangereden door vrachtwagens. Reporter Sifra Goudland brengt u het volgende verslag. Kijk eens, goeiedag. Zoals u achter me ziet, sta ik op een heel drukke kruispunt. Het kruispunt op de hoek van de Slangenhoutstraat en de Van het Hoogruisstraat. Zoals u achter mij ziet, is de witte stellage waarop het verkeerslicht stond er niet meer. De reden waarom is doordat het vorige maand door een vrachtwagen, of eigenlijk door 2 vrachtwagens, is kapot geslagen. Wij gaan een gesprek hebben met meneer Henk Wip van het ministerie van Openbare Werken, van het afdeling Verkeer. En hij gaat ons vertellen hoe het nu staat met de verkeersinstallatie op deze drukke kruispunt. Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, geeft aan dat het ministerie voor de zoveelste keer schade heeft geleden door middel van derden. Wip benadrukt dat de bestuurders al zijn achterhaald en dat het ministerie wacht op de schaderapporten van de politie. Het tweede rapport moeten we nog krijgen, omdat de bestuurder die moet zich dan melden bij de politie. Dat we de rapporten kunnen krijgen en dan kunnen wij richting de verzekering in elk geval kijken om de middelen terug te krijgen, de schadevergoeding. De schade moet nog vastgesteld worden en dat zal een constructeur dan doen. Maar je moet nagaan dat je, als je zo'n gevaar moet demonteren, moet herstellen en weer moet monteren, dat de kosten enorm kunnen oplopen. Wip geeft verder aan dat het kruispunt eigenlijk geen enkel moment zonder verkeerslicht mag blijven. Echter kan het beschadigde apparaat niet op korte termijn gerepareerd worden. Het ministerie is bezig te kijken naar tijdelijke oplossingsmogelijkheden voor het kruispunt, zegt Wip. We zijn bezig te kijken naar alternatieven, tijdelijk. In elk geval met minimale kosten. Omdat alles wat je nu doet, zijn kosten, gaan er kosten mee gepaard. We hebben ook weer een tekort aan verkeerslichten, omdat steeds weer de verkeerslichten kapot worden gereden. En dat brengt ons natuurlijk ook weer in problemen met dit soort zaken. We hebben een goed contact met de MSD en MSD is daar dagelijks op het kruispunt. Elke ochtend en je moet nagaan, het is in feite een dagtaak geworden voor de politie om daar het verkeer te regelen. En dan is dit nog erbij gekomen. Het wegvallen van het portaal met de verkeerslichten, waardoor ze dan een extra mankracht moeten inzetten op dat kruispunt. Die ondersteuning is er met de politie, maar zij doen natuurlijk ook wat binnen hun vermogen ligt om in elk geval het verkeer daar in goede banen te leiden. We proberen zo snel mogelijk te kijken wat we tijdelijk kunnen doen, maar wat betreft de constructie gaat het wel enige tijd duren om het constructie te herstellen. Er gaan middelen mee, financiële middelen mee gepaard, dus dat kost nog wat geld. En wij proberen zo snel mogelijk via de verzekering de kosten te verhalen. Dat was collega Sifra Goudland die een reportage heeft gemaakt over het verkeerslicht op het kruispunt van de Slangenhout en de Van het Hoogruisstraat. Over enkele dagen is het een maand dat het verkeerslicht buiten werking is nadat het door een vrachtwagen is aangereden.